Wij komen in chapter 6. The Cosmos Research Center. Er zijn inderdaad hier computerschermen te vinden. Kapotte liften. Wacht, ik ga kijken of daar verder naar boven ook nog iets is. Dat ziet er natuurlijk... Dit ziet er natuurlijk uit alsof hier iets is. Ja, kijk, dat dacht ik al. Weer een briefje. Briefje 13. The Magnificent Flower. Ja, die hadden wij gezien. Die hadden wij gezien. The Magnificent Flower. Laten we ons hier afdalen voor de veiligheid en dan kunnen we verder. Doosje is voor de deur. Is er een ander knopje dan voor? Ah! Een schuifsysteem leren wij hier. Zo ook hier een schuifsysteem. En dan kunnen wij zo dat doosje wegtrekken. Nee, dat kan niet. Ja, dan komen we niet ver genoeg. En als ik hier opkom, dan is daar alleen een treksysteem. Een treksysteem. Maar dat kan dan wel, als wij dan zeggen inderdaad, we maken die vast aan die. Dan kan dat, want dan trekt hij hem er weer af. En dat zou dan kunnen. Want dan wil ik zeggen, ik wil die vastmaken aan die. Want treksysteem. Oh, net niet. Net niet. Het is het wel. Dus buiten het duwsysteem hebben we dan ook nog een treksysteem. Ja, hallo? Nee? Hallo? Ja, ja, ja. Lekker, lekker, lekker. Wat een creativiteit toch, hè? Wat een creativiteit. Hier is een... knop die hangt aan de zijkant van de muur. Oké. Een knop die hangt aan de zijkant van de muur. Eerst even kijken wat die knop daarboven doet. Een duwsysteem. En dan moeten we inderdaad zeggen, neem hem maar mee.
Ho, in één keer. Vliegen. Wait. Wait. Een baby. Halt, do not touch that insect. This is Lord Crown's territory and you are not authorized to be here. Surrender all your insects and leave this area at once. Come on, hand over all insects you've got. Time is ticking. Hij is een pestkop. Halt! What's the meaning of this? You are playing with fire. Disobeying Lord Crown's orders won't end well for you. Lord Crown will not tolerate your disobedience. Hey, doe je. Heb je nog meer te melden? Of niet? Nee, dat dacht ik al. Ben je grote mond. Doe je. Even kijken. Deze is voor die lift en een duwsysteem. Waardoor hij dat kistje die kant op duwt. Ah, ja. Dus dit kistje moet naar boven. Dan moet ik nu even return to checkpoint doen. Want ik moet zelf ook naar boven kunnen komen. Los. Omhoog. Kistje. Kom. Nee, daar kom ik niet goed uit. Nee. Ik wil dit niet. Hoe gaan we dit tactisch doen? Ja, dit is wel wat ik wilde, maar dan zonder te sneuvelen. De gedachte was goed. Maar zelf in mijn bek geschoten worden is dan weer niet goed. Kijk. Dit is goed. En als ik nu denk, ik ga eerst op die staan. Oh nee, ik moet eerst op die andere staan. Dan kan ik weer niet omhoog. Checkpoint. Nee. De kistje moet niet hier. Oh, hop. De kistje moet over dat ding heen. En dan niet geduwd worden. Dat is wat er moet gebeuren. Ga weg. Moet ik niet hier dan gewoon naartoe? Dat ik hem nog harder kan trekken. Ja. Kijk, en dan moet ik nu dit dingetje pakken. Eerst naar de overkant gaan. Hierop gaan staan. En dan zeggen, sleepje. Overlopen. Sleepje. Overlopen. Ja. Hier hebben we dan weer een verlengstuk nodig. Dit is, we gaan naar boven met z'n allen. Nou, lijkt me niet verkeerd. Waarbij ik ook meteen denk, wat is daar dan boven? Ja,
Kijk, er is weer een lore-ruimte. Er is een deur zelfs. Ah, wat het waarschijnlijk doet is als ik de deur open. Dat hij dan de andere deur ook opent. Dat is wat het waarschijnlijk doet. Als ik de beneden deur open, dat hij dan de bovendeur ook opent. Dat denk ik. Hoe gaan we dit handig doen? Natuurlijk die lift niet omhoog zonder dat dat blok daar linksop staat, tenzij ik daar zelf op ga staan. Dan krijgen we dat blok wel omhoog. Niet verstandig. Dus we hebben gezien wat daarboven is. Dat daar ook een soort van deur is. We hebben gezien dat we deze hier naartoe kunnen halen. En daarmee in elk geval zelf naar boven kunnen. Kan niet verder dan dit. Dan kan ik wel hier op. Maar ja, dat kistje komt niet ver genoeg omdat mijn toon niet lang genoeg is. Dus mijn toon moet langer voordat ik bij dat kistje kom. Ik kan natuurlijk hierboven mijn tong helemaal vastmaken. Zo, hup. Dan kunnen we niet echt klagen over de lengte van mijn tong. Dan wil ik eigenlijk vanuit deze lengte. Vanuit deze lengte het. Kistje pakken. Dat zou dan op zich moeten kunnen. Dan kom ik zelf niet hoog genoeg. Trek ik hem hierheen. Trek hem naar mij toe in plaats van naar die tongplaats toe. Zo ga ik zelf omhoog. Kan ik daar vandaan het kistje hier naartoe trekken? Het antwoord is ja. Dan wil ik nu. Oh. Kijk,
kijken of die deur daarboven dan ook open is nu. En zo ja, wat daar dan is. Antwoord is ja. Ja, kijk, dat is weer een briefje, dat dacht ik al. Ja, briefje 3. I went swimming at Lynn Lake. Het water is vies. 4 van de 6. Het vinden van die briefjes... so far, so good. En natuurlijk, het deurtje rechts wat ook gewoon open is. Is een vliegje. Tjoep. Komt die boze baby weer. Die mij heel boos aankijkt. Oh, dan moet ik natuurlijk die... er weer afhalen ook. Vanaf dat plateau. Ja. Moet ik er ook weer op zien te komen. Daarop, die los, trek die eraf, die los, dat is een te harde swing, maar dat is wel hoe ik het moet doen, denk ik. Ja, ik moet daarop zien te komen weer. Dit is het wel. Dit is het wel. Vanaf plateau 1 naar plateau 2. Dat is hoe we het moeten doen. Maar je ziet het. Een foutje en alles moet opnieuw. Jut. Dus geen fouten maken, dan kunnen we gewoon door. Dat is de tactiek. Wat is dit? Deze knop hieronder. Dat is de schuifknop. Oké. Net de lijn, net de lijn. Dan moet iets kort.
Hij zal in het midden moeten hangen ongeveer, denk ik. Moment waarop ik hem loslaat moet anders. Dat is het. Het moment waarop ik hem loslaat, dat moet anders. Dus ik kan zeggen, ik wil het ding gewoon pakken. Ik wil hem daaraan vastmaken. Dat kan ik allemaal zeggen, dat is helemaal geen probleem. En dat hij dat ding nou meeneemt. Waarom redt hij dat niet? Wat gebeurt als ik hem loslaat? En dan laat hij dat blok los. Dus dat moeten we niet hebben. Want hij moet dat blok meenemen. Als ik zeg, pak eerst dat blok en dan dat ding. Levert dat nog iets op? Ja, het levert wat op. Zelf meereizen met het blok. Maken we het ding weer even boos, die man. Hij is boos, maar zegt niks. Deze is van de lift. Daarmee denk ik... Dit kistje moet mee met de lift. Dat denk ik. Hij staat naar mij boos toe te kijken. Oh, en ik word daar ook gesquished. Maar goed, dit lijkt mij een kwestie van... één ploepje doen. Of niet? Ja. Wat is dit? Een grafsteen? Er zit een hele oude man in. That frog is so cute and yellow. This flower garden is so peaceful. Why not take a quick break before you continue on your way? I've been working on this flower garden for a while now. What do you think? Do they look nice? I'm really hoping that if we keep planting flowers like this, we can turn this place into a real paradise. I wish more people would get involved with planting flowers. Don't you think it would be amazing? What do you think? In the past, I caught a glimpse of Olin's paradise. Olin. And it was really a stunningly beautiful place. I was so taken by the beauty when I saw it, and that's why I've been pouring my heart and soul into this flower garden ever since. I'm trying to create my own real paradise here, inspired by Olim's. It's still a work in progress, but I hope it will be as beautiful someday. I know it might take a while, but I'm in no rush. I plan on being around for a while. I often wonder what Olim and Uru are up to these days. Hij heeft verder niks te melden. Prikkelstruiken. Chapter 7. Kijk eens aan, we komen weer in een nieuwe chapter. Dat betekent nieuwe video. Dus graag tot de volgende keer.